Willy Schipper woont al sinds haar 16e in de verschillende verzorgingshuizen van Philadelphia Zorg. De laatste jaren woont ze in Klein Stameren in Driebergen. Regelmatig komt haar broer Henk langs om te kijken hoe het met haar gaat. Kijk eens, zwaai eens naar de camera. Hé, daar. Over het algemeen woont Willy hier met veel tevredenheid. Maar het afgelopen half jaar merkt Henk dat de sfeer in huis verandert. Je ziet dat er te veel personeelsverloop is. Ik kijk naar de omgeving en hangt dat schilderijtje nog steeds scheef wat een maand geleden ook al scheef hangt. Dat zijn van die signalen die je dan gaat opvangen. Dat de persoonlijke zorg en betrokkenheid toch op de een of andere manier afneemt. Willy kan niet praten. Mensen die haar kennen lezen haar lichaamstaal. Zal ik Anouk roepen? Ja? Oké, dit betekent dus ja. Nou, de ervaren mensen, die kennen haar goed. Die weten hoe dat werkt bij haar, waar ze wel en niet op reageert. Dus die doen dat. En dan is er voldoende communicatie om ook te zien als ze niet gezond is, als er iets aan de hand is, als ze pijn heeft. Als er, zoals het afgelopen jaar, veel uitzendkrachten zijn geweest, die is een dag komen, die is drie keer een dag komen, dan is die ervaring er natuurlijk niet. Appelstroop, jam, chocopasta. En voor Willy is het belangrijk dat ze haar verzorgers goed kent. En wat dan bij Willy gebeurt, is dat ze zich als het ware gaat terugtrekken, dat ze de signalen steeds minder geeft en daardoor de zorg toch gevaar gaat lopen. Broer Henk zit in een belangengroep voor bewoners en familie. Hij trekt aan de bel. Maar het management is vooral druk met de eigen problemen. Als je met directie op hoger niveau praat, praat je eigenlijk alleen maar over de financieringsstructuren en over de roosterindeling en de afspraken die zijn nagekomen. Het gesprek over werkelijk de persoonlijke aandacht van medewerkers voor cliënten, hoe goed die gegarandeerd is, dat gesprek is eigenlijk niet te voeren. En dat maakt het wel eens lastig. Inmiddels is Henk een aantal gesprekken verder en merkt dat er toch langzaam dingen verbeteren. En ze kunnen ook geen ijzer met handen breken, dat zien we. Dus ik heb het gevoel dat we door dat dal, het diepste dal heen zijn en dat er echt nu verbetering en groei is. Zo, die gaat wel weer naar binnen, hè?